Dat was het. Nee, nee, rij nog maar door. Dan wil ik gewoon graag om een uur of 7 of 8. Dan moeten we even kijken wat we halen. Gaan we meteen een extra uitzending maken en dan komt de SNG achter jou aan. We moeten naar Bergen, want daar is een grote fik, ja. Helemaal klaar. Okay. Yes. Er moet één camera mee met Bart om daar te kunnen draaien. Ja, dat is ja. Ja. Maarten gaat er met de SNG-camera heen, dus je kan even losdraaien overnight. Ja. Ik zou ze maar even zo houden, dan kunnen we altijd morgen nog opschalen. Ja. En dan houden we er gewoon over de camera. Wil jij dat doen? Want ik moet even een kaartje knippen. Maar hoe moet hij dan? Nou ja, hij kan dus via Bergen aan Zee. En een verbrande pan weg. En vanaf hier. En dan moet hij dus de zee weer. Eigenlijk moet hij hier zo staan. Ja, dan komt hij daar uit bij de Eeuwige Laan. Bij de Eeuwige Laan, wat tot nu toe bekend is. Of jij alvast die kant om kan gaan en laat even weten wanneer hij aankomt. Een grote brand in de duinen bij Bergen. De brandweer is daar met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Aan de telefoon hebben we Menno Hartenberg van de politie Noord-Land-Noord. Meneer Hartenberg, het gebied van de Eeuwige Laan, waar tientallen huizen zijn ontruimd. Blijft dat zo of moeten er meer mensen hun huis uit? Nou, op dit moment blijft het daarbij. Beide zijden van de Eeuwige Laan zijn de mensen gevraagd om wat te verlaten. Zijn er veel brandweerlieden daar bezig met de bluswerkzaamheden nu? Ja, alles wat aan brandweer in de omgeving was, dat is opgeroepen en dat is onderweg daarheen of dat is al aan het blussen. Dus het wordt echt heel groot opgeschaald en aangepakt nu om zo snel mogelijk het vuur op te controleren. Ja, staat erop. Ja. Goedenavond. We kijken naar een extra uitzending van Noord-Holland Nieuws. Oh jongens, het geluid van Arjan staat op de vloer. Mag dat even? Kan dat uit? Rob, is het wel? Hallo. Rob, is dat jongen? Ja, is je wel aan? Hallo. Je moet echt in de microfoon zetten. Ik weet niet wat er aan de hand is. Oké. Sibella, het is nu de lange nieuwsleader, zonder headlines. Goedenavond, u kijkt naar een extra uitzending van Noord-Holland Nieuws op woensdag 16 september. Dit in verband met een zeer grote brand in het duingebied van Bergen. En ter plaatse is verslaggever Maarten Edelbos. Maarten, hoe is de situatie daar? Het zou dus gaan om een brand van ongeveer 500 bij 500 meter. Op de Eeuwige Laan zijn inmiddels ook al huizen ontruimd. En bij me staan heb ik politievoorlichter Menno Hartenberg van de politie Noord-Holland-Noord. Ja, hoe staat het met het bestrijden van de brand? Ja, dat is natuurlijk toch een vrij lastige klus. Het is een gebied wat hoofdzakelijk bomen is, maar ook een stukje duingebied behelst. En dat is kurk en kurk droog. En het is met vooral met deze wind is het een klus om dat uit te krijgen. Hans, met Joost. Hallo. Zou je zo snel mogelijk beelden vanuit SG naar ons kunnen doorsturen, zodat we om 19:30 wat doorstaat te kunnen maken? Het is 8:08. U luistert naar een extra nieuwsuitzending op Radio Noord-Holland in verband met de grote brand die nog steeds woedt in het duingebied bij Bergen. Stefan Roest, onze verslaggever, is daar nu in Bergen. Stefan, wat zie je daar? Op dit moment zie ik heel veel bomen, want ik sta midden in het bos met mijn motorfiets. Ik mag hier eigenlijk niet zijn. Heel veel fietsers hier ook heen en weer, want niets trekt zoveel belangstelling als een flink fik. Ja, het grote probleem bij de vorige grote brand in de provincie, die brand in Schorrel, was dat de wind de vlammen toen richting Schorrel dreef. Nu staat er een noordoostenwind. Betekent dat het vuur langzaam maar zeker richting de zee gaat? Nee hoor, de brand bevindt zich ergens tussen Bergen aan Zee en Bergen. En dat betekent dat hij wat dat betreft nog flink wat speelruimte heeft om van het noorden naar het zuiden te bewegen. Dat maakt ook dat ik hier een aantal boswachters van Staatsbosbeheer heel nerveus heen en weer heb zien rijden. En die me op het hart hebben gedrukt om toch vooral voorzichtig te zijn. Want die kennen inderdaad van die vorige brand dat het heel snel kan gaan met die wind. En die zei, kijk toch uit, pas toch op. En, de blik in hun ogen verraden dat ik dat inderdaad serieus moet nemen. Stefan Roest vanuit Bergen wil horen later in deze uitzending meer van je.
Hans, ik heb 10 minuten materiaal. Quoteje boswachter, wat brandweerlui, politieheli, dat soort dingen. Echt bellen? Martijn? Als we heel snel kunnen, kan ik nog net voor de uitzending. Okay, ik hoop. Hoe lang is het voorstel? 10,5 minuten. Prima. Oké, joe, hoi. Echt iedereen helpt, zie je dat? Ongelooflijk. Hier is ook geen brandweerman bij, die blust. Nee, dat is een brandweerman, hè? Ja, dat is een brandweerman, maar ik bedoel die blust. Nee, maar ze hebben geen water. Nee. Jezus. Die wind is heftig. Zullen we dan allemaal overstarten? Zullen we even zo nou, dan pak je die en die zet je achter die rookwolken. Die met die vlammen achter die rookwolken. Zoiets, maar ja. En dan moet je wel met twee stukken datzelfde. Nee, dat is met de beweging. We leven wel vlak voor de uitzending. Deze weg? Ja, doe die helemaal achteraan dan. Dan kun je ze altijd nog. Dat is prima. Ja? Zet maar door. Dit is iedereen. Dit is camera 3, naamtitel Brian naar Spits. In Bergen staat verslaggever Maarten Edelenbos. Hij schuift zo door naar die politieman. En als de titel weg is, dan... Nou, ik zou het er gewoon bij zetten hoor, ook komt er een vraag. Op dit moment is het zo dat bij de Eeuwige Laan, dat daar het vuur aardig onder controle is. En ook meer richting Egmond, dat het daar goed bestreden kan worden. Zojuist horen we van de gemeente Bergen dat de brand onder controle lijkt te zijn. Maar het officiële zijn brandmeester is nog niet gegeven. Mogelijk dat straks rond 9 uur wel gebeurt, want dan geeft de gemeente Bergen een persconferentie op het gemeentehuis in Bergen. We gaan natuurlijk proberen om die persconferentie ook rechtstreeks uit te zenden hier op Radio Noordland. Ja, ze willen het, sterker nog, kan ze er nauwelijks van weerhouden om te beginnen. Dus, Het laatste nieuws van de gemeente krijgen we vanaf de persconferentie, waar ook onze verslaggever Stefan Roest is op dit moment. Ja, dat is op het stadhuis van Bergen tegen Alkmaar aan, waar de burgemeester mevrouw Hafkamp eigenlijk klaar zit om die persconferentie te geven. Goedenavond. Voor de tweede keer in een heel korte tijd weer een behoorlijke bos- en duinbrand. Nu in Bergen. Hoe is de stand van zaken nu in het duingebied? Wanneer de stand van zaken is in het duingebied? Het lijkt me goed dat meneer Beugeling, de brandweercommandant, daar antwoord op geeft. Ja. Plaatsen we de microfoons eventjes, zodat de brandweercommandant te horen is. Naar het zich nu laat aanzien is de zaak onder controle. Op het moment dat wij de persconferentie hebben, worden alle feiten nog even op een rij gezet. Wij hopen kort na de persconferentie daar de verdere gegevens over te krijgen. Het is geen brandmeester, hè? Besluitvorming plaatsvinden. Maar het ziet er op zich nu positief uit. Zijn brandmeester. Ja. Zijn Hartenberg bevestigd, zijn brandmeester, maar hij kan niet. Vanmorgenochtend, ja. Oh, maar inmiddels is zijn brandmeester gegeven? Ja, dus dat kan je melden nu. Ja, dat is twee vragen. Hoe staat het ervoor? En nog even over die persco. Jeroen, hoeveel is die instart? En Nick? Ja? Half minuut nog. Ja? Als ik Maarten bedankt, ja. Dan moet die ene tekst, die laatste tekst voorstaan. Het is de tweede grote brand, deze. Ja. Op camera 3 doen we niks op papier. Dus. Wat? Oké. Okay. Attentie allemaal. Start. Goedenavond, Noord-Holland Nieuws is dit van 16 september. We zijn nog steeds met extra uitzendingen in verband met de brand in de duinen van Bergen. Daar is ook nog steeds verslaggever Maarten Edelenbos. Maarten, hij is binnen, hè? Roundup. Ja. Nou, ik heb goed nieuws te melden. Het zijn brandmeester is zojuist gegeven. We hebben net te horen gekregen dat alle vlammen zijn uit op dit moment. Dat betekent niet dat het gevaar al helemaal geweken is, hoor. Want een stukje terug. Zo, ja. Ja. Nou, een klein stukje nog omhoog. Eén regel omhoog. Zo, even weg. Goed nieuws. Zo. Terug.
dat betekent niet dat het allemaal helemaal klaar is. Er wordt natuurlijk nog volop nageblust vannacht. Oké, Jeroen. Voor de rest is ook nog onduidelijk of het gebied al helemaal weer wordt vrijgegeven. Maarten, dankjewel. Tot zover. Ja, nee, terug. De tweede grote brand in korte tijd. Van de Surfer 1. Een paar weken geleden natuurlijk school. En sinds het eind van de middag was het daar. Dit is Surfer 1. Start Surfer 1. De eerste melding van de brand is vlak voor 5 uur. Heren, jullie zijn klaar. Hartelijk dank, we gaan opbreken. De grote brand op school nog vers in het geheugen. Nou, ik was wel tevreden. Ja. Ik wist niet zo goed wat er ging komen, dus, dus ik moest gewoon maar even wat doen. Ja. Ja, hartelijk dank.